paragraaf 4. Nou, even kijken dan. Een toelichting door de heer Peper. De A-Peper om 4:15 in Pers en Nieuwsport een toelichting geven op het door minister-president Kok ingediend ontslag bij de koningin van de heer Peper als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 4:15, dat is dus over een 3 kwartier. Wat is uw reactie hierop? Ja, dat komt allemaal heel onverwacht. Het is natuurlijk in de persoonlijke sfeer altijd triest dat de minister aftreedt. Het is aan de andere kant in die zin ook een beetje raar dat wij wachten op het rapport van de Rotterdamse Raadscommissie. En dat de heer Peper nu zijn aftreden bekend maakt. Overigens, het bewaken en verdedigen van mijn intellectuele en politieke en persoonlijke integriteit houdt voorts ten diepste in het vermogen afstand te houden, respectievelijk de bereidheid afscheid te nemen. En dat doe ik nu. Nou, kijk, dat ministersambt, ik heb dat 4 jaar zelf mogen doen, dat is een zeer bijzonder ambt. En als je daar instapt, dan is dat een enorme verantwoordelijkheid. En als je er de noodgedwongen uitstapt, dan is dat altijd ook een persoonlijke tragedie. Dat wens ik niemand toe en, zeker ook niet de heer Peper. En dat dit toch heeft moeten gebeuren, is dan ook voor hemzelf zeer jammer. En ik heb ook wel een beetje sympathie met hem. En degenen die mij kennen, die weten dat ik niet aan het plush gebakken zit. Ik ben wel prettig gestoord, als ik het zo mag zeggen, waar het gaat om mijn liefde voor de openbare zaak, voor de publieke zaak. De aanvoerder van een ploeg ministers, van 15 ministers, de minister-president dus, ervaart zo'n mededeling als een pijnlijk verlies. Maar de boodschap zelf is natuurlijk wel de bezegeling van een denkproces en van een ontwikkeling waarvan je ook weet op dat ogenblik, ook als leider van de ploeg, dit is onomkeerbaar, dit is einde oefening. Meneer Peper, u doet ontzettend cool en afstandelijk, maar zo ken ik u helemaal niet. Nee, maar er zijn momenten dat het van belang is om heel rustig en kalm te zijn. Bent u dat ook? Dat ben ik ook wel, ja. Ik heb een beslissing genomen die ik wijs vind zelf. Ja. Dat is een heel klein gangetje. U zei dat u er 2 weken over na heeft gedacht zo'n beetje. En dat u nu tot deze beslissing bent gekomen. En dat rapport geen enkele rol speelt. Hebt u inzage gehad in dat rapport of niet? Sven, ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Hallo. Ja, nou, dat was afgesproken. Mag ik ook nog weg? Meneer Peper voelt zich bevrijd. Nog niet. U zag hem al even in Den Haag voor Netwerk Politiek verslaggever Sven Kokkelman. Sven, vandaag maakte Peper zijn aftreden bekend. Nog voordat het rapport naar zijn declaraties openbaar is gemaakt. Waarom heeft hij eigenlijk niet gewacht? Nou, zelf zegt hij, voor zover hij er überhaupt al iets over wil zeggen, dat die conclusies niets te maken hebben met zijn beslissing om af te treden. De conclusies uit dat onderzoeksrapport uit Rotterdam. Hij zegt, ik ben in opspraak geraakt om nog geloofwaardig genoeg te kunnen opereren als minister van Binnenlandse Zaken. En daar komt iets bij, hij wil zijn handen vrijmaken om straks te kunnen terugvechten als die conclusies op straat komen te liggen. De vraag blijft wel, heeft Peper die conclusies nou wel of niet ingezien? Ja, dat heeft hij wel degelijk, zegt die onderzoekscommissie in Rotterdam ons vandaag opnieuw. En ook fractievoorzitter Ad Melkert zegt het zo dadelijk opnieuw in onze uitzending met zoveel woorden. Ja, de vraag is welke rol heeft de top van de PvdA nou gespeeld bij die beslissing van Melkert? Ja, uiteindelijk heeft Peper de finale beslissing afgelopen week zelf genomen, afgelopen weekend zelfs, gewoon thuis samen met zijn vrouw Nelly. En toch heeft hij de afgelopen dagen veel gesproken met premier Kok. De man die hem al die tijd openlijk is blijven steunen. En ook met Ad Melkert. Zo zei die laatste een uur of 2 geleden tegen ons. Vanzelfsprekend zijn er veel contacten geweest. En wat was uw mening? Zei u, Bram, blijf zitten tot het rapport er is? Of als ik jou was, zou ik maar opstappen? Nou, daar doet zich en deed zich het punt voor dat diegenen die ondervraagd zijn door de onderzoekers in Rotterdam inzicht hebben gekregen in de op hen betrekking hebbende onderdelen
van een rapport. Eerst een concept en vervolgens nog weer verder. Dus ook peper? En dat de beoordeling daarvan dus in de eerste plaats lag en ligt bij Bram Peper zelf. Maar waarbij, hij heeft de stukken dus ingezien. Maar waarbij natuurlijk de wijze waarop daar dan vervolgens conclusies aan worden verbonden in de eerste plaats ook bij hem liggen. Ja, dus hij heeft de passages die over hem gaan in dat rapport ingezien de afgelopen week. U moet hem zelf verder vragen wat hij heeft ingezien. Maar vanzelfsprekend is in het hoor en wederhoor tussen betrokkenen in Rotterdam wel een beeld ontstaan bij al diegenen die daar ook gezeten hebben van waar het over ging en waar het op neerkwam. Ja. Even naar de opvolging toe, want er is nu een vacature op Binnenlandse Zaken. Er moet een nieuwe minister gevonden worden. Nou was Job Cohen hier vandaag in deze Kamer. Hebt u met hem gesproken of hij eventueel bereid zou zijn om minister te worden? Nou ja, die was hier toevallig. Dat heeft u goed gezien. Die was hier om het probleem van de minderjarige asielzoekers te bespreken, wat binnenkort aan de orde is. Ook heel belangrijk, maar heb ook u heel gevraagd belangrijk, maar, of die minister wilde worden? Nee, buiten de orde van wat vandaag verder aan de orde is. U hebt het hem niet gevraagd? Nee. Hoeveel tijd gaat het kosten, denkt u, om een opvolger te vinden? Want Wim Kok heeft op zijn persconferentie dat straks gezegd, dat is aan Melkert. Nou ja, in ieder geval om een voordracht te doen. Het is vervolgens natuurlijk aan de minister-president om daar dan ook weer goed mee uit de voeten te kunnen. Maar u gaat dus praten met mensen? Ja, dat zal zeker gebeuren. Wanneer? En, dat gaan we nu natuurlijk over nadenken. Dat zal in de komende dagen zal daar zeker veel aandacht aan besteed worden. Want het is natuurlijk belangrijk dat het ook weer snel kan gebeuren. Hebt u naam in uw hoofd met wie u wilt gaan praten? Nou ja, namen in je hoofd, die heb je altijd. Maar daar moeten we natuurlijk ook nog het nodige beraad over volgen. En dat zullen we dus ook serieus en zo spoedig mogelijk doen. Ja, wat wil dat precies zeggen? Precies datgene wat ik u zojuist vertelde. Maar dat doen allerlei de namen de ronde. Job Cohen, Johan Stekelenburg, ja. Zelfs de burgemeester van Eindhoven, meneer Welschen. Zijn dat serieuze namen? Nou, we hebben ongeveer 60.000 leden in ons bestand. Ah, die gaat u allemaal af. Dan hebt u dus daar zitten ongetwijfeld toch heel veel belangrijke en competente mensen bij. Maar is het in principe iemand vanuit het huidige kabinet die de functie moet gaan vervullen? Of ligt uw voorkeur bij mensen van buiten? Ik kan u er echt niks over zeggen op dit moment. Ad Melkert, fractievoorzitter van de PvdA. Met de eerste onthullingen uit Rotterdam over uitbundige declaraties van de oud-burgemeester begon 5 maanden geleden de affaire Peper, die de man zijn politieke kop kostte. Hier een kort overzicht. Het is 28 oktober 1999 als het Algemeen Dagblad opent met een aantijging tegen Bram Peper. In de krant staan beschuldigingen en verwijten aan het adres van de minister van Binnenlandse Zaken in de periode van zijn burgemeesterschap in Rotterdam. De periode 1982 tot 1998. De bewindsman ligt onder vuur omdat hij het niet zo nauw zou hebben genomen met zijn declaraties. Het is allemaal flauwekul, allemaal verzonnen. U heeft nooit iets mee naar huis genomen? Nou, ik heb wel eens wat mee naar huis genomen. Die tassen, weet u wel, met al het huisrijden. Fraude, bedenkelijke declaraties, het aannemen van dure geschenken. Zou ik dit zelf mogen houden in dit geval? Dat mag u. Absoluut ja, zelf. Je weet het niet meer. Hè? Nee, ik heb het niet gelezen. Het zijn beschuldigingen die ervoor zorgen dat er een officieel onderzoek komt van de gemeente Rotterdam naar het financiële verleden van de prominente burgervader. Peper zelf houdt het op lastenpraat uit een ver verleden. Er zijn al jaren geruchten. Ja? De minister neemt de zaak niet echt serieus. En ook Pepers huidige baas, premier Kok, spreekt zijn onvoorwaardelijke steun uit aan zijn bewindsman, tevens partijgenoot. Ik geloof en vertrouw een collega op zijn woord. Als ik dat niet doe, dan heb ik de basis van vertrouwen ook in het collegiale verband van de ministerraad verbroken. Je kunt niet een beetje half vertrouwen of half twijfelen. Je vertrouwt of je vertrouwt niet. En ik vertrouw de minister van Binnenlandse Zaken 100%. Maar ondertussen heeft de affaire Peper, zoals het inmiddels is gaan heten, de bewindsman veel schade berokkend. De minister zelf blijft echter overtuigd van zijn gelijk. Zo publiceert hij provocatief zijn declaraties van de afgelopen maanden op internet. En meldt hij verder dat hij straks na afloop een schadevergoeding zal eisen en het geld zal schenken aan het dikhuidenverblijf van Diergaarde Blijdorp. Ja, ik ben gek op olifanten. Dat vind ik zulke stevige en tegelijkertijd intelligente dieren. Ik heb er wat mee. Vanmiddag diende Bram Peper zijn ontslag in. Omdat hij vindt dat hij als minister van Binnenlandse Zaken symbool moet staan voor onkreukbaar openbaar bestuur. En dat kon hij niet langer. Degenen die mij kennen,
Die weten dat ik niet aan het plush gebakken zit. Ik ben wel prettig gestoord, als ik het zo mag zeggen, waar het gaat om mijn liefde voor de openbare zaak, voor de publieke zaak. Maar als ik datzelfde openbaar bestuur in de weg ga zitten, gaat helemaal niet om de vraag hoe dat nou allemaal gekomen is, maar ik stel feitelijkheden vast, dan is een zelfpijnigende analyse die zegt, dan moet je het openbaar bestuur niet meer in de weg zitten. En dan moet je dus ontslag nemen. En dat heb ik hierbij gedaan. In de studio Paul van der Heijden, hoogleraar in het arbeidsrecht. Welkom. Hoe kijkt u tegen het aftreden van Bram Peper aan? Ja, het is natuurlijk altijd jammer als tijdens de rit van een overigens goedlopend kabinet de minister moet afhaken. Maar in dit geval komt wat mij betreft het ontslag niet zo onverwacht. Toen de minister tamelijk agressief zich te weer ging stellen met juristen, advocaten op de achtergrond tegen het Algemeen Dagblad en tegen de commissie in Rotterdam. Toen zeiden wij juristen wel onder elkaar, nou, hier zal wel iets aan de hand zijn. We noemen dat in goed Nederlands de preemptive strike. Dat betekent dus dat je je vijand de slag voor moet zijn en dat je dus met een advocaat een daad moet stellen. Ja. En dat heeft de minister een aantal keren in ieder geval gedreigd te zullen doen. Uiteindelijk is dat er niet van gekomen. Maar als op die manier de publiciteit wordt gezocht, dan zeggen juristen onder elkaar wel eens, nou, daar is meer aan de hand dan vermoedelijk blijkt. Peper heeft gezegd, ik kan niet tegelijkertijd minister zijn en vechtjas. Hoe zit dat juridisch? Is dat zo? Ja, ik denk dat hij een hele juiste beslissing heeft genomen door in dit stadium af te treden. Aanstaande vrijdag komt het rapport van de commissie uit. Zoals bekend heeft de minister daar de conclusies die over hem gaan van gelezen. Dan zal er dus voortdurend aan de orde zijn wat hij daarvan vindt. Of hij vindt dat de commissie een juist oordeel heeft gegeven of niet. En u moet ook niet vergeten dat niet uitgesloten is, niemand weet dat tot nu toe, maar dat kan vrijdag blijken, dat er nog een strafrechtelijk kantje aan die zaak is. Als er werkelijk sprake zou zijn van fraude, zal de officier van justitie worden ingeschakeld. En dan kan natuurlijk de verdediging niet op een ministerspost plaatsvinden. Dus ik denk dat het een juiste handelwijze is geweest om terug te treden. Wat er verder ook door die commissie gezegd zal worden, dat blijft nog wekenlang rondzingen. En dat moet je als minister niet hebben. Overigens ontkent hij zelfs in alle toonsoorten dat hij dat van tevoren ingezien heeft. Hè? Althans, wat over hem gaat. Ja, dat is wat verbazingwekkend. Want er staat al wekenlang op de website van het Stadhuis Rotterdam hoe de commissie te werk gaat. En daar staat ook te lezen dat dus de betrokkenen, de wethouders en de minister, de passages in het rapport over hen te lezen krijgen. En de heer Melkert heeft het zo even trouwens ook nog bevestigd in de reportage. Had Peper nou niet toen die commissie van start ging meteen moeten zeggen van, als hij nou werkelijk meent dat het om de zuiverheid in de zaak gaat, de zuiverheid van openbaar bestuur, had hij toen niet meteen in die fase moeten zeggen, ik trek mezelf nu terug. Anders heeft hij zijn eigen zaak niet veel schade berokkend door toch relatief lang te wachten. Nou, hij heeft kennelijk het zo ingeschat dat ofwel door zijn eigen preemptive strike het wel zou ophouden. Hij heeft ook niet kunnen inschatten dat buiten de commissie om vrijwel iedere dag in verschillende dag- en weekbladen berichten over zijn optreden in het verleden zouden verschijnen. Berichten die helemaal niet onderwerp van onderzoek van de commissie zijn. Over zijn dienstauto, over in China gekochte parels, over een onderzoeksrapport voor een feest wat in Rotterdam was gehouden, ja, en wat met zwaar verlies is gedragen. Voor een minister die zelf nota schrijft nu over de zuiverheid van bestuur en over klokkenluiders. Iedere dag stond er wel weer wat nieuws en het politieke bedrijf brengt nu eenmaal met zich mee dat als het iedere dag maar doorgaat, ja, dat je dan eigenlijk zo afgeleid wordt van het dagelijks bestaan dat dat niet kan. En met name de minister van Binnenlandse Zaken, die inderdaad verantwoordelijk is voor integriteit van ambtenaren en van politieke bestuurders, die daarover nota schrijft en met de Tweede Kamer daarover discussieert, kan natuurlijk niet een dergelijk onderwerp ook over zijn eigen persoon nog eens bediscussiëren. Dus nogmaals, ik vind dat begrijpelijk dat hij die positie heeft gezegd, ik treed terug. Het moment heeft hij in overleg met de minister-president en uiteraard de heer Melkert zelf gekozen. Het had misschien eerder gekund, daar is toen ook wel eerder op aangedrongen. Hij heeft het nu neergelegd, ja, dat is aan hem. Goed, hartelijk dank voor uw uitleg en uw komst naar de studio. We gaan verder met een wat uitvoeriger portret van de man die 18 jaar lang, zoals hij dat zelf vanmiddag zei, als een robuust bestuurder wenst op te treden in zijn openbare functies als burgemeester en later als minister. Een bijdrage van Frank in het Veld. Ja, er bestaan hele aparte opvattingen over mijn karakter.
Ik ben in de eerste plaats veel aardiger dan ik in sommige beschrijvingen terugvind. Ik ben een teamspeler. Dat vind ik ongelooflijk van belang. Hij was de man die Rotterdam meer allure gaf. Een wereldser aangezicht, meer politiek aanzien. Maar ook de man die dacht dat hij altijd alle machtstoutjes in handen moest hebben. Hem niets kon gebeuren. Regentesk gedrag vertoonde, arrogant was, snel verveeld raakte. Ik kan natuurlijk niet roken, want dan krijg ik brieven op. Hè? Dus het heeft iets moois. Ja, het kan me eigenlijk niet schelen, maar dat geldt voor zoveel dingen. Nee, maar je krijgt van die brieven. U moet het voorbeeld geven. Je moet altijd het voorbeeld geven. Hoogst vermoeiend. Dr. Abraham Peper. Hij werd hier op 13 februari 1940 geboren, in deze arbeidersbuurt in Haarlem. De burgemeester van Rotterdam. De burgemeester van Rotterdam, dat is... hoe heet die people nou? Hij had een kopie, hoor. En dan ging zijn moeder uitwerken voor hem te laten leren. Hij studeerde economie en werd jaren later hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ook duurt het niet lang voordat Bram Peper politiek geïnteresseerd raakt. In 1975 wordt hij vicevoorzitter van de Partij van de Arbeid. Wij vinden het ongeloofwaardig wanneer een CDA zou ontstaan met een partner daarin. Dat is de bedoeling. Dat is... In de jaren 70 ontwikkelt hij zich ook tot de huisideoloog van de partij en schrijft hij toespraken voor onder meer Joop den Uyl. In 1982 wordt de econoom Peper tamelijk onverwacht burgemeester van Rotterdam. Hij volgt de populaire André van der Lauw op. Het is dan al een omstreden benoeming. Lang niet iedereen is gecharmeerd van de nieuwbakken burgervader. Zo zijn er tal van incidenten waar hem een regentenmentaliteit wordt verweten. En van zijn medewerkers eist hij volledige volgzaamheid. Ivo Blom bijvoorbeeld was zijn kabinetschef, maar nam ontslag omdat hij niet langer de slaaf van de burgemeester wou zijn. Ik moest op hem letten. Ja, ik was een keer, om een voorbeeld te geven, op de Bicentennial in New York. En toen kwam Prins Klaus naar me toe, want op zijn verzoek hadden wij een delegatiereis naar India georganiseerd voor container-expertise, overdracht. En toen zei hij, wat liep je nou met Klaus te praten? Je hebt op mij te letten, want jij bent er voor mij en je bent er niet voor anderen. De periode Rotterdam. 16 jaar lang zwaaide Bram Peper in de Maastad de scepter. Een periode waarin hem vaak verweten werd ver van de bevolking te staan. Maar beloof jij ons nou eens dat je je best doet? Ja, ik zeg jij, want ik ben voor iedereen Annie en ja, Bram dus. En dat mag wel. Maar ook een periode waarin voor Peper zelf het niet altijd even makkelijk was. Eind jaren 80 stort hij in door echtscheidingsproblemen en stevig alcoholgebruik. 2,5 maand trekt hij zich terug. Aan de weledelige strenge heer, Bram Peper, burgemeester van Rotterdam. Het was tijdens deze periode dat volksschrijver Gerard Reve correspondeert met een man in crisis. Ik zeg, je moet niet de moed opgeven. Dit gebeurt veel mensen. Het is mij gebeurd. Ik ben 7 of 8 of 9 jaar in de macht geweest van koning alcohol. En ik ben er toch uitgekomen. En jij kan er ook uitkomen. Maar naast de persoonlijke crisis zijn er ook talrijke momenten dat Peper op politiek vlak in de problemen komt. Zo was er bijvoorbeeld het Carthago-debakel. Een prestigieus miljoenenproject dat volkomen mislukt. Of het gesteggel rond de verbouwing en beveiliging van een nieuwe ambtswoning voor de burgemeester. Kostte 2,5 miljoen gulden. Of de crisis rond de nieuwe politiecommissaris Brinkman. Een kopstuk door Peper persoonlijk binnengehaald, maar al snel door diezelfde Peper van zijn voetstuk gestoten. Het leidt tot een crisis op hoog niveau. Ik vind het zeer zorgelijk, die reeks van problemen in Rotterdam. En ik hoop dat we op de kortst mogelijke termijn tot een oplossing kunnen komen. Maar het moet wel zorgvuldig. En dan lonkt er in juli 1998, na jarenlang lokale politiek, het regeringsplus in Den Haag. Bram Peper wordt door formateur Kok gevraagd om minister van Binnenlandse Zaken te worden in het tweede paarse kabinet. Een verrassende keus. Ik hou van de inhoud. Ik hou van het hele proces. Dat vind ik heel leuk. Hij heeft ook hekelaar gezeur. Ja, maar ik als burgemeester van Rotterdam ben ik toch behoorlijk getraind in het aanhoren van wat u dan gezeur noemt, wat vaak heel interessante gesprekken zijn. Bram Peper was 19 maanden minister.
Peper heeft inmiddels van verschillende kanten steun gekregen voor zijn besluit om de politieke eer aan zichzelf te houden. Hier de reacties van collega-ministers Korthals en de oud-PvdA-leider Wallagen, die nu burgemeester van Groningen is. Parijs vanmiddag. Minister van Justitie Benk Korthals ondertekent een verdrag met de Belgische en Franse ministers van Binnenlandse Zaken over de aanpak van voetbalvandalisme tijdens Euro 2000. Wie hier ook had moeten zijn is Bram Peper. Korthals hoort pas op de bijeenkomst dat zijn collega-minister aftreedt. Hij belt meteen met Peper. Hallo. Wat zei u? Dat ik verrast was over het moment waarop hij aftrad en dat ik het persoonlijk vanwege de onderlinge relatie die we hebben gehad betreur. Ja, want wat was uw eerste reactie toen u het hoorde? Dat ik dit op dit moment nog niet verwacht had. Vindt u het wel verstandig dat Peper nu zo snel eigenlijk gezwicht is voor al de kritiek? Dat kan ik niet beoordelen. Als er een rapport ligt met scherpe kritiek over zijn optreden, dan kan je je ook makkelijker vaak verdedigen wanneer je onafhankelijk bent en niet in een bepaalde positie zit. Misschien is dat de reden waarom hij is afgetreden, maar die ken ik niet precies. Merci, au revoir. Au revoir. Ja, dames en heren, welkom. Prominent PvdA'er Jacques Wallagen hoorde het nieuws tijdens een televisieopname in Hilversum. Samen met hem keken we naar de live uitgezonden persconferentie van de zojuist afgetreden minister. Ik geloof dat hij verstandig heeft getaxeerd dat je het ministerschap en het openbaar bestuur in Nederland niet mag belasten met zo'n gevecht wat hij kennelijk wel wil voeren, waar hij zich ook sterk genoeg voor voelt om het te voeren. Ja, u kent hem goed, u noemt hem Bram, maar er stond niks voor deze taaie Bram om daar nu mee op te houden. Bram Peper is iemand die, als het om het openbaar bestuur gaat, om verhoudingen gaat, een harde vechtersbaas zeker, intellectueel zeer scherp, maar ook iemand die de grens bewaakt wil zien, die niet rond wil lopen als minister van Binnenlandse Zaken en elke keer twijfel over zijn integriteit moet aanhoren. Dat belast het ambt en ik denk dat hij niet zozeer de handdoek in de ring gooit, als wel dat hij het ambt beschermt tegen voortdurende discussie over de minister. Ja, dus het klinkt heel nobel, maar zit hij zichzelf niet aan het beschermen, vlak voordat het rapport de eer aan zichzelf houden? Nou ja, kijk, vaak hebben journalisten in het verleden politici verweten dat ze alsmaar bleven zitten en aan hun zetels kleefden. En hier heb je nu eens een politicus en een openbaar bestuurder die dat niet doet en ik heb daar respect voor. ...mogen afstand te houden, respectievelijk de bereidheid afscheid te nemen. U bent een prominente PvdA'er. Wat betekent het dat een PvdA-minister een zo zware post vroegtijdig moet vertrekken? Nou, het is een hele belabberde situatie. En ik geloof dat iedereen die, en ook ver buiten de Partij van de Arbeid, die gelooft in een openbaar bestuur van kwaliteit, met mensen zoals Bram Peper, die messcherp, analytisch, echt een bijdrage leveren. Bram was een heel hartstochtelijk minister van Binnenlandse Zaken. Ik geloof dat iedereen die dat ziet, ernstig moet betreuren wat er vandaag kennelijk in de ogen van Peper noodzakelijk was. Terug naar Den Haag, terug naar collega Sven Kokkelman. Sven, wat kunnen we de komende tijd nog verwachten? Nou, in ieder geval heel erg veel gespeculeerd rond namen. Ad Melkert, je zag dat al eerder deze uitzending, die gaat de komende dagen praten met kandidaten voor de vacante functie van minister van Binnenlandse Zaken. En iedereen, ik voorspel je dat, zal dat met argusogen volgen. Want stel dat Job Cohen bijvoorbeeld de huidige staatssecretaris van Justitie het wordt, of de burgemeester van Tilburg, Johan Stekelenburg, dan breekt meteen het hele circus weer los rond de opvolging van Wim Kok. En daar zit in ieder geval Ad Melkert niet op te wachten, want die zou daar namelijk wel voor in zijn voor dat partijleiderschap. Tot slot, wat vindt de PvdA-fractie nu eigenlijk van het aftreden van Peper? Ja, die is een beetje verdeeld, mag je zeggen. Volgens sommigen was hij gewoon te veel in opspraak geraakt om überhaupt aan te kunnen blijven. Anderen reageerden meer gefrustreerd. Die zeggen Peper was een uitstekend minister, die als burgemeester misschien een paar verkeerde bonnen heeft ingediend, maar die het wel heel goed deed op dat departement van Binnenlandse Zaken. En andere ministers die in het verleden bestuurlijk hebben gefaald, die blijven gewoon zitten, is dan de kritiek van die mensen. Kortom, Frank, het eeuwige politieke. Enerzijds, anderzijds. Sven Kokkelman in Den Haag, hartelijk dank voor uw uitleg.